Het is de laatste wedstrijd van de opener van het nieuwe seizoen van de Proximus ePro League, Thijs. En we gaan afsluiten met een klepper, want toch wel op papier twee geweldige spelers, twee gekende namen in de Belgian FIFA scene. Want we gaan eindigen met Kortrijk tegen Standaard. Ja, we gaan eindigen met Mansen tegen Shadow. Het is een absolute klepper, zoals je al aangeeft. Mansen halve finale gehaald, vorig jaar verloren van de uiteindelijke kampioen Matax. En Shadow, ja, die kampioen nog in 2019. En verloor vorig seizoen in de kwartfinale, wat toch voor hem een domper op de feestvreugde was. Maar dat was wel tegen Abdullah Wise. Maar dit seizoen, volgens de reportage die je bij ons gezien hebt, razend ambitieus. Absoluut, want Quentin Shadow van de Wattine was natuurlijk de kampioen van de allereerste editie van de Proximus ePro League. Toen won hij de competitie in de kleuren van Moeskroen, ruilde het rood en wit van Moeskroen voor dat van Standaard. De club van zijn hart, zo hebben we gezien in een van de reportages van vandaag. En Shadow mikt alleen maar op de titel opnieuw. En dat niet alleen, zijn ambities reiken verder dan de Belgische landsgrenzen, want hij wil zich zeer graag kunnen plaatsen voor het individuele WK. Nu ja, kleine spoiler alert, als je de Belgische competitie speelt, dan kan je geen ranking points winnen voor FIFA, voor het WK. Nee, dat zal op een andere manier moeten, dus hij zal nog extra wedstrijden moeten spelen en ervaring moeten opdoen. Maar hij speelt genoeg, weekendresultaten zijn heel degelijk, heeft een fantastische ploeg met Eusebio Vieira, Pogba Rule Breakers, ook een van de beste CDM's in de game. En Mansen, ja, die kennen we. Is begonnen als amateur, maar uiteindelijk een beetje doorgeschoven bij de club. Speelt al sinds 2004 FIFA en is grote fan van Kortrijk. En staat een beetje gekend om zijn wat tragere spel, wat rustigere spel. Heeft ook drie opstellingen. Heeft een 5-3-2 voor als hij moet verdedigen. Een 4-2-3-1 als hij de bal moet houden. En een 4-4-2 als hij echt moet scoren en moet beginnen storen. Maar over het algemeen is de stijl geduldig zijn bij hem. Absoluut, dat zagen we ook vorig jaar in de play-offs en in de knock-out-ronde, dat Mansen de eerder afwachtende speler is. Shadow heeft een iets meer aanvallende approach. Dat zie je ook trouwens aan zijn opstelling met die 4-4-2. Ja, inderdaad. Gaat hoog druk proberen zetten. Wil die doelpunten maken en wil voor die overwinning gaan. En we kijken er naar uit om deze twee kleppers tegen elkaar te zien, want ik verwacht ook heel veel skills. Absoluut. En ik ben benieuwd of Shadow meteen zijn torenhoge ambities kan waarmaken. Want daarvoor komt hij en komt niet alleen voor een figurante rol te spelen. Hij wil echt onder meer dus deze Proximus ePro League domineren, maar dus ook ambities die hoger reiken dan de Belgische landsgrenzen. De twee spelers zijn klaar voor Mansen tegen Shadow. Thijs, het is een stevige dag geweest vandaag. Het is voorbij gevlogen, ja. Maar het is dus wel de laatste wedstrijd van deze opener. Ja, inderdaad. En we moeten nog fris en wonder zijn in ons hoofd, want we zien ook dat Oulare op de flank begint bij Standaard. Ja. Wat kan betekenen is dat hij zijn flanken get into the box zet, waarbij hij dus voorzetten gaat gebruiken om aan die tweede paal het doelpuntje te maken. Absoluut, dat is goed opgemerkt door Thijs, nog steeds helder van geest na zo'n ongelooflijk lange dag. En dan zijn we er aan begonnen tussen KVK en Standaard, met dus eerst Kortrijk, dat de debatten mag openen met De Waele en De Saar. Goeie jongens die op dat middenveld lopen bij KVK. Een Makarenko, dat is ook geen pannenkoek zoals we dat in het sportjargon kunnen noemen. En nog steeds een Christophe Dane, hè, die daar op de linkerflank staat, routinier. Absoluut. Makarenko vindt Okensi. Dat is een aanvlugge jongen waar hij zeker op kan teren op die counter en die snelle omschakeling. Mansen. Zeker en vast. Pavlovic nu vindt Boljevic en Raskin. Tot bij Oulare, zoals je dus inderdaad opmerkt op de rechterkant nu bij Standaard. In het echt een beetje uit de gratie gevallen van coach Philippe Montagné. Klopt, afgelopen donderdag nog wel mogen invallen in de Europa League. Maar het grote probleem bij Standaard is dat ze geen echte CDM hebben. Hè. Ze hebben Chimirot en Raskin, maar geen echte verdedigende middenvelder. Dus daar ligt misschien wel ruimte voor Kortrijk. Absoluut. Kortrijk dat met Mans tot twee keer toe heel goed verdedigde, want het was daar twee keer een heet standje in het strafschopgebied van Kortrijk. Maar Mansen, ja, dat is een coole kikker op dat gebied natuurlijk. Hè. Inderdaad. Jonkheren met de tik terug tot bij Golubovic. Wacht op een aanspeelpunt. Vindt hij tot bij De Waele.
En die gaat goed door op die rechterkant in de combinatie met Okensi. Nee, voorlopig nog weinig skill moves, want ook die pass kwam er niet echt uit. Tapsoba wacht even op de aansluiting van Boljevic. En Tapsoba met de goede tik naar Lestien. Dat is het aanvallende duo trouwens, Tapsoba en Lestien. Hier is De Walen. We hebben weer wat lijk ook op de stream, maar dat heeft te maken met natuurlijk dat de spelers van thuis of van op de club spelen en niet in een studio wegens corona-omstandigheden. Ja, absoluut. Normaal was het de bedoeling dat Mansen op de ploeg zou gaan voetballen, maar in laatste instantie is dat nog moeten aangepast worden. Maar vindt hier wel nu de ruimte in de aanval. Soleimani en een strafschopgebied. Gavori moet verdedigen en dat doet hij goed. Heet standje nu voor de goal van Standaard. Ja, probeert daar met de bridge die ruimte te creëren, maar speelt een beetje in de looplijn van de verdediger. En dan is het moeilijk om nog aan die bal te komen. Lestien nu, die heel wat meters pikt voor Standaard. De doorsteekpas geeft tot bij Tapsoba, maar de poort vakkundig dichtgedaan door De Rijk. Jonkheren kan uitvoetballen met De Walen. Steken die bal, zou ik zeggen. Dat doet hij ook naar Okensi, maar voorts weinig aanspeelpunten. Dus Okensi gaat met iets goed moeten uitpakken. Kan de bal bijhouden. De Walen, de kaatstruk van Jonkheren op Makarenko. En opnieuw Makarenko aan de bal met Soleimani. KVK nu toch met een hele poos balbezit nu op dit moment. Tik nu terug. En dan zitten we bij Danen, die je daarnet vernoemde. En dit is een hele slechte bal van Danen. Chimirot nu. Ja, maar goed verdedigd door opnieuw van Mansen. Ja, wat weten we trouwens van de weekend, voorbije weekendresults van Mansen? Goh, de voorbije kan ik moeilijk voor de geest halen, maar er zit ergens een 25-5 tussen, wat toch niet geweldig is. Maar natuurlijk, iedereen kan eens een off-weekend hebben. Danen nu penetreert in het strafschopgebied en geeft de perfecte paas op Soleimani. En dan is er meteen de eerste irritatie bij Shadow, die er daar verdedigend niet al te best uitzag, want dit is een van de makkelijkere goals die Mansen dit seizoen zal Mansen maken. Ja, Mansen was zichtbaar verbaasd een beetje zelf dat hij zo gemakkelijk door kon langs die achterlijn. Maar het is iets dat we dit jaar ook heel vaak terugzien, dat die echt goede spelers die achterlijn opzoeken en dan aan een traag tempo eigenlijk met een beetje veinzen van ik ga naar rechts, ik ga naar links. Eigenlijk die eerste paal halen, die we dan afleggen en dan is het open goal en binnen. Ja, en als Shadow aanvallende intenties heeft, wel, dan gaat hij dat extra mogen bijspijkeren. Want hij staat 1-0 in het krijt en dat is niet de score die je wil hebben tegen een type speler als Mansen. Nee, maar hij staat wel tegen 7 jongens in het strafschopgebied. Dus gemakkelijk zal het niet worden om te scoren. Nee, absoluut. Dat hadden we dus voorspeld. Hè. Dus die voorspelling komt dus uit met De Saar nu. En dan probeert hij natuurlijk zo lang mogelijk het balbezit te houden. En Mansen kan dat wel als geen ander. Op die manier natuurlijk ervoor zorgen dat je de tegenstrever wat frustreert. Absoluut. Dat hij achter een ongrijpbare bal aanholt. Hier is nu Soleimani voor KVK. De goede tik terug tot bij De Saar. Kan hem opnieuw terugtikken. Dat doet hij ook tot bij Makarenko. En De Saar opnieuw. Ja, dit is bijzonder frustrerend. En op die manier tikken de seconden en de minuten natuurlijk ook weg in het nadeel van Shadow. Ja, inderdaad. En veel heb je niet hè, tijdens een FIFA-wedstrijd. 2 keer 6 minuten. Hier is Okensi. Okensi nog steeds. Uiteindelijk dan toch net dat goede tikje, verdedigende tikje van Shadow. En dan kan hij proberen opschuiven met Raskin. Nog steeds Raskin tot bij Tapsoba. Doorsteken Tapsoba. Dat is een goeie. Oh, oh, oh. Dit had de gelijkmaker moeten zijn voor Shadow. Lestien laat het liggen. Gebeurt niet vaak dat die bal er niet in gaat. Lestien toch een linksvoetige aanvaller. En verste hoek lag wel open, maar dan iets te scherp. Ja, die verste hoek. Maar een paar doelpunten gezien vandaag. Deze wedstrijden in de verste hoek. Het is de korte hoek die het populairst is geworden. Nochtans, ik krijg er zelf vaak genoeg in die verste hoek binnen tot frustratie toe. Makarenko voor KVK en De Saar gaat proberen openen. Nee, keert op zijn stappen terug. Hier is De Saar opnieuw. Nou, veel balbezit hoor voor KV Kortrijk in deze eerste helft. Dat heeft Mansen goed benut. En voor we het wel en weten gaat Kortrijk zometeen naar de virtuele kleedkamer met een 1-0 voorsprong. En wie weet zelfs een 2-0 voorsprong. Maar Bodaar ertussen. Bijna Eizona met het oog op de rust. 2-0. Ja, Mansen controle eigenlijk is ook met 5 van achter beginnen spelen om zich dicht te plakken. Had hij
op voorhand ook al via via heb ik bij Kortrijk iemand gehoord hoe die graag speelt. En had hij ook al gezegd, ja, als ik wil verdedigen, dan ga ik voor die 5-3-2. En dat doet hij nu. En dan ja, heel traag en langzaam gaat hij dan richting die aanval. En daar is hij wel effectief. Shadow heeft weinig antwoord op één het balbezit langs de ene kant. Want Mansa houdt ook balbezit om balbezit te houden, echt. Waarbij je dus van de linkerkant naar de rechterkant en andersom gaat. En niet gewoon maar wat doet. Nee, Mansa heeft alle controle. Ja, dat zag je ook in het percentage balbezit, want 64% balbezit voor Kortrijk in die eerste helft. Werk aan de winkel voor Quentin Shadow van de Wattine. En gaat proberen combineren nu met Jans en Pavlovic. Boljevic tot bij Tapsoba. Lestienne, overstapje, dat is goed gedaan. Tapsoba kan trappen, nee, tegen de hakken van Rougeau. Met een gelukje wel daar geraakt. Dus wordt het nu wel een hoekschop voor Standaard. Neemt hem meteen niet perfect getrapt. En zo weggehaald. Nee, dit is een gekend zicht. Hè. Die bal naar die eerste paal op corners in FIFA. Maar ja, Mansen had zijn keeper ook uit de goal laten komen om daar die bal op te vangen. Moest het nodig zijn. Tapsoba nu. Tapsoba, daar zit de Rijk tussen. Makarenko. Heel vaak die 1-2 ook wat frustrerend is om tegen te verdedigen. Ja, en hij kan ook natuurlijk makkelijk van achteruit voetballen, want met vijf jongens achteraan, weliswaar met opkomende backs, dat wel. Maar dat zorgt er dus voor dat er altijd heel veel aanspeelmogelijkheden zijn van achteruit. Klopt. Hier is Okensi, glipt erdoor. Okensi, actie van Okensi, wordt het 2-0. Nee, deze keer zit Sique ertussen. Bijna was het de 2-0. Mooie heel-to-heel om zich ja, die kleine versnelling nog te... in het spel te brengen om zich vrij te spelen, maar dan zit Shadow er goed tussen deze keer. Opnieuw moest hij er tussen zitten. Gavori was het die er tussen zat. Ook Kensi nu, die de kortgenomen hoekschop nu voor zijn rekening aan het nemen is. Hier is Jonkeren. En Rougeau met een goede steekpaas en een goede actie. Selemani net goed verdedigd. En balletje zo op te rapen voor Bodaar. Opnieuw die heel-to-heel in de box. Heel moeilijk te verdedigen. Maar je ziet vooral dat Mansen echt aan het groeien is in deze wedstrijd. Ja, tegenover weinig skills in het begin zit hij ze nu aan elkaar te rijgen. Klopt, en hij doet wel graag die heel-to-heel, hè, precies. Ja, die is ook heel effectief dit jaar. Sique met Lestienne en Tapsoba. Waar zijn de lopende jongens voor Standaard? Moet terug naar Raskin. Hier is Lestienne, maar ook hij loopt zich spaak daar. Rougeau nu, en Jonkeren. Nog altijd de wedstrijd onder controle van Mansen. En opnieuw ja, die 1-0 en dan de tanden stuk bijten daarop. Het zijn veel jongens die hun tanden daarop stuk bijten bij Mansen. En voorlopig is dat lot ook bezegeld voor Shadow. Ja, het lijkt rustig te gaan voor Mansen. Die tweede bal is ook elke keer van hem. Slecht duel van Shadow, die dan ook van die stomme foutjes nu begint te maken. En dat gaat ervoor zorgen dat hij zich wat extra gaat opjagen. De Saar nu met de opening. Naar Daan, kan hem voorbrengen. Dat is een strakke voorzet. Het is 2-0. En ik denk dat het stilaan boeken toe is. Mansen verschiet er zelf van. Ja, zelf heerlijke verbaasd. Voorzet. Een goede R1 vierkantje, we hebben het al gezegd, is zo overpowered dit seizoen. En als je dan in één tijd daarop kan reageren, ja, dan is hij eigenlijk altijd binnen. Daar kan een keeper heel weinig tegen doen. En Mansen speelt enorm gecontroleerd en heeft heel de wedstrijd in handen. En het grappige is dat hij verbaasd is, maar hij speelt veel beter gewoon dan Shadow. Absoluut. Misschien is hij gewoon verbaasd dat Shadow niet zo scherp voor de dag komt? Nee, die torenhoge ambities zien we vandaag niet echt in het spel, als ik eerlijk moet zijn. Maar hier, Mansen gaat nog een paar dingen aanpassen, wat nieuw bloed in de ploeg brengen. En ik denk dan dat Mansen, als hij dit wint, de belangrijkste 3 punten van de speeldag pakt. Ja, zeker en vast. En Shadow heeft zelf ook nog wel wat aangepast. En ik dacht ook vers bloed erin gebracht. Nu ja, sowieso 1-0 achterkomen tegen Mansen. Dat is al lastig. En nu nog eens 2-0. Ja, het wordt haast een Mission Impossible. Een haast een Mission Impossible. En het staat op Mansen zijn schouder ook, hè. Outplayed. Ja, knap gezien. Zo is het nu tijd voor Chimirot. En Standaard moet stilaan op een... mirakel hopen om er nog iets van te maken in deze wedstrijd. Hier is nu Lestienne met Boljevic. Maar er is geen doorkomen aan, want De Waal verdedigt outstanding. Sissoko tot bij Makarenko.
En dan is er ruimte aan de linkerkant bij Danen. Bij Kortrijk is ook cultfiguur en geweldige voetballer Le Point erin gekomen. Ja, die zie je heel goed lopen ook op dat plein. Centraal in het middenveld erop gekomen. Hier voor het eerst aan de bal. Op Kensi nu. Hier is Le Point opnieuw. Steken tot bij Soleimani. Soleimani, twee man in de box voor Kortrijk. Danen. Balletje bijhouden, dat doet Mansen zo goed. Als geen ander. Soleimani opnieuw. Probeerde het hakje richting... Ik denk ook Kensi. Hij gebruikt ook zo net het opwiepende steekpaasje. En dat zie ik heel graag. Die bal is moeilijk in te schatten als verdediger. Omdat hij vaak nog wat doorrolt, bij wijze van spreken. En vandaag weinig gezien. Ik gebruik het zelf heel veel, want ik vind het effectief. Maar toch vreemd dat ik het vandaag maar één keer gezien heb. Klopt, inderdaad. We zagen ook, terwijl je dat aan het zeggen was, een mekkerende shadow. Die duidelijk niet blij is met het verloop van de wedstrijd. Ook misschien met zijn eigen prestatie. Danen nu. Nee, dat is een moeilijke paas. Oulare nu. Wat is die? Weinig in het stuk voorgekomen. En dan maakt hij nog eens een stevige tackle-overtreding. En een verdiende gele kaart voor Oulare. Ja, een beetje frustratie bij Shadow. Kan ik ook begrijpen. Je raakt gewoon niet aan die bal. Ik gaf het daarnet al aan. Het is als squad battles tegen op ultimate niveau spelen. En het is zo verschrikkelijk frustrerend. Maar je moet het doen. En hier aan de zijkant zien we nu terug Danen. Die... ja, toch een goede wedstrijd speelt en blijft lopen. Dat kennen we van Danen. En die gaat hem nu de bal bijhouden. Gaat niet voorzetten. Is toch verrassend? Ja, omdat hij gewoon de bal wil bijhouden. Makarenko nu. Sissoko. Bal kleeft aan de voetjes van de jongens van KVK. Soleimani. En terwijl de bal aan de voetjes kleeft van de jongens van Kortrijk, wordt Shadow met zijn voetjes op de grond gezet. Ja, inderdaad. Maar het is... ja, ik stel me alleen maar voor dat ik er zelf tegen moet spelen. Het is zo frustrerend om te zien. Shadow raakt gewoon niet aan die bal. En Mansev, ja, die is op wandel. En wie weet wordt het zelfs 3-0. En dan wordt de afgang bijna helemaal compleet voor de torenhoge, ambitieuze Shadow. Maar Raskin kan niet uitverdedigen. Het gaat niet voor vandaag zijn, hoor, voor Shadow. Iedere tweede bal is voor Mansev. Het zal voor volgende week zijn voor Shadow. En dan mag je het proberen opnemen tegen Zairor van STVV. Geen cadeau. Meteen weer een geweldige wedstrijd op het programma. Ja, dat wordt weer een topper. En eentje van moeders bij beide heren. Want ja, ook Zairor heeft wat ontgoocheld natuurlijk met maar die 3-3. Ja. De Walen nu. Laatste minuten gaan in goede, mature puikenprestatie van KV Kortrijk. Hij doet het zo ongelooflijk goed. Le Point gaat de cultfiguur, zoals je zegt, nog scoren. Het wordt een fantastisch paasje. Schitterend voor Soleimani en de afgang voor Shadow. De eerste kampioen ooit van de E-Pro League is compleet op deze openingsspeeldag van het derde jaar van het Belgisch kampioenschap. 3-0 Thijs. Dit is een manse masterclass, om het zo te zeggen. Ja, dat is niet alleen puik verdedigd, dat is gewoon heel geduldig, goed gecombineerd en perfect afgewerkt. Het plaatje klopte gewoon voor Mansen. Hij laat eigenlijk niets liggen en iedere kans die hij creëert is goal. En ja, het moet enorm frustrerend zijn voor Shadow, want Mansen geeft geen krimp, geeft geen bal terug. En hij speelt het iedere keer goed uit. En einde van de partij en de cijfers voor de jongen van Standard, Quentin Shadow van de Wattine, zijn bikkelhard. 3-0. Dat zijn cijfers waarmee je mooie adelbrieven beter gezegd kan voorleggen. Mansen met een verdiende overwinning op deze laatste wedstrijd van de dag. Ja, een geweldige afsluiter van deze hele speeldag, waarbij we 9 eigenlijk entertainende wedstrijden toch hebben gehad met een aantal verrassingen. Ook deze 3-0 van Mansen tegen Shadow is eigenlijk een beetje verrassend. Maar ik ga het nog eens herhalen. Het was een Mansen masterclass en ik kon me niets mooier inbeelden om deze speeldag met jou af te sluiten. Fantastisch. Kijk, dit zijn alle resultaten. Charleroi haalde het met 2-3 van Cercle Brugge. Moeskroen verloor van Leuven met 2-0. Anderlecht haalde het van Oostende. Sint-Truidenbeerschot was het eerste gelijkspel. 3-3. Antwerp-Zultewaregem eindigde op 1-2. Ook die andere ploeg uit Limburg, Genk, kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Eupen. Gent won met duidelijke cijfers 4-0 van Waasland-Beveren. Club Brugge haalde het van Mechelen met 1-3 en de laatste dus Mansen van Kortrijk met 3-0 gewonnen tegenover Shadow. Ja, welke resultaten of welke prestaties springen eruit voor jou? Ik vond Mansen, hier nog eens om het te herhalen, heel sterk. Heel moeilijk om tegen te spelen ook.
Maar degene die me het meest verbaasd heeft vandaag is Ionel van OA Leuven. Ja. Nieuwe jongen, komt in de competitie zonder eigenlijk naam, zonder faam. En ja, die legt daar dan op een fantastische wedstrijd op de mat met heel weinig fouten, met efficiënt voetbal. Mooi voetbal ook, met genoeg skills. In de kleedkamer, de mooie kleedkamer van OA Leuven, Ja. met de wijle voorzitter achter zich. Mooie Ja, setting. Het was een geweldige wedstrijd en ik denk dat die degene is om in de oog te houden dit jaar. Absoluut. Ik onthoud ook vooral de makkelijke zegen van Zak Pentato voor Anderlecht. Ik onthoud ook vooral dat Abdullah Waïs een goede wedstrijd niet heeft bekroond met een driepunter en ook de hele goede prestatie van Nikom van Gent. Het was een goed gevulde, leerrijke eerste speeldag van het derde jaargang van de Proximus E-Pro League. Absoluut. En dan kunnen we niet anders dan reikhalzend uitkijken naar de tweede speeldag, die volgende week woensdag dus afgehaspeld wordt. Hier nog voor een laatste keer de pancarten met alle uitslagen op een rij. Er waren verliezers, er waren winnaars en er waren ook twee ploegen die op een gelijkspel zijn geëindigd. We hebben van alles gezien, met onder meer ook foutjes van spelers zelf, met FIFA-glitches. Noem het allemaal op. Het totale pakket was op deze eerste speeldag van de Proximus E-Pro League aanwezig. Wat Thijs en mij betreft, bedankt voor het kijken op deze lange en geweldige stream van vandaag. En tot volgende week woensdag voor de tweede speeldag. Tot de Ciao! volgende keer.